Welkom terug bij weer een nieuwe Minecraft Crit Above and Beyond video. Zoals jullie misschien weten, heb ik onder mijn basis al deze waterwheels staan. En deze waterwheels zorgen ervoor dat wij rotatiepower hebben om machines te poweren. Vandaag gaan we de nieuwste methode die er is gebruiken voor rotational power, namelijk de flywheel. En deze kost best wel veel, namelijk 8 brass en een brass casing. Daarvoor hebben wij alleen een mechanical crafter nodig en die hebben wij afgebroken, dus die moet ik even opnieuw gaan bouwen. En op zich kunnen we dat hier wel doen, want dan is dat lekker makkelijk aangesloten. Want kijk, we hebben hier letterlijk al gewoon de gearboxes. Dus, oh wacht, dat is het verkeerde apparaat wat ik daar plaats. Deze. Die. En deze. Volgens mij is dat hem. Ja, maar dan het midden moet eigenlijk blank zijn. Ik weet alleen niet hoe je dat aanpast. Of kan ik ook gewoon zo doen? Die allemaal in elkaar richten. Oké, volgens mij is dit voldoende. Dus dan doen we eventjes kijken. Jou daar. Jou. En als het goed is, worden ze dan allemaal samengevormd. In één flywheel, hoop ik. Yo, kijk nou, wat cool. Oké, dus die hebben we nodig. Dan hebben wij nodig een furnace engine. En dat maak je met een brass machine in een stonecutter. Nou, dat is een stuk minder ingewikkeld. En dan hadden wij als laatste nodig een furnace. Wat je dan wil doen, is de furnace engine hierop aansluiten. Ik denk dat we eventjes moeten kijken aan welke kant. Want je kan hem dus ook zo plaatsen. En dan hierop de flywheel. Die moet, denk ik, andersom. Ik weet eigenlijk niet hoe dit werkt. Even kijken. We kunnen het even ponderen. Dan kunnen we even toekijken hoe dit werkt. Oh, je moet twee blokken ruimte ertussen houden. En dan wordt die automatisch aangesloten volgens mij. Wat ik wilde doen was deze machine weer power geven, want deze was oorspronkelijk gepowered door allemaal waterwheels. Je ziet hier nog het gat ervan zitten, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Laten we dit sowieso gewoon even allemaal oppakken. En dan verplaatsen we dit gewoon eventjes naar het nieuwe stuk basis. Dit was namelijk de machine om van al onze zink en koper brass te maken. En aangezien we deze sowieso niet non-stop laten draaien, leek het me wel een goed idee om het via deze manier te doen, want als we deze even snel opzetten, het coole aan dit is dat je dus heel makkelijk aan rotational power kan komen. En volgens mij ook best wel veel. 1, 2, die en dan die. En als het goed is, ja, kijk, nu is hij wel aangesloten. Dan doe je hier gewoon kool en zand in. En dan zou die dus 16.000 stress units aanmaken. Dat is hartstikke veel. Want één waterwheel is maar 256. Dus je kan hier eigenlijk superveel machines aankoppelen zonder dat hij snel overstressed raakt. En dat is perfect. Nou vind ik wel dat hij redelijk langzaam draait. Dus we gaan hem toch eventjes opnieuw plaatsen. En eventjes zorgen dat hij wat harder draait. Dus dan pakken we de rotational speed controller. Daarin een grote cogwheel. En dan zetten we deze gewoon even op 256. We kunnen kijken of het werkt. Dat zou echt bizar zijn. Oh, dat zou echt heel ziek zijn. Ik hoop dat het werkt eigenlijk. Wacht. Oh mijn god. Oh, dat meen je niet. Kijk hoe hard die draait. Dat is echt niet normaal. Dit kost 1000 stress units per pump. Maar ja, dat kan hij makkelijk hebben. Dat is echt insane. Oké, we gaan hem wel iets langzamer doen. Want anders is het wel echt te gek voor woorden. Maar oké, laten we dit testen. Kijken hoe snel we hier zink en koper in kunnen smelten. En hoe snel we dat naar brass kunnen maken. Wel moet ik deze nog eventjes weghalen. Want we moeten nog de fluid pipe een recipe geven. Oh mijn god. Ik hoor hem echt al helemaal lijp gaan. Wow. Kijk hoe snel die brass. Dit is echt bizar joh. Ik heb nog nooit zo snel dit zien gaan. Oké, we hebben één bucket aan brass. Dus die kunnen we er alvast. Oh, ik heb nu molten zink eruit gepakt. Kom aan. Ah, molten brass. Hé joh, ga eens weg. Hallo, dit is irritant. Derf. Ah, jullie verpesten mijn video. Jeetje. Oké, dus die en dan die als filter zetten. Dan de pumper in. Zoals dat. En dan die kant op. Oké, top. En dan kan deze er al wel in. Als het mag. Hallo? Ho! Wow, waarom is dat blauw? Oké, hij zit erin. Top. Kijk, en nu wordt alles dus ook instant omgesmolten naar ingots. Ha, oh, wat fijn dat dit super snel kan. Dit was 80, hè? Oké, wacht. We gaan hem even helemaal... We gaan hem heel laag zetten. Op 1, I guess. Dat is heel langzaam. Dan gaan we ze even helemaal vol pompen met alles wat we... Ah, nee, dat zijn gearboxes. Oké, en als dit dan vol zit, dan gaan we hem helemaal omhoog cranken. Ping. Oh mijn god. Dat is niet normaal. Alleen het hele ding is volgens mij dat de ingots, als ze worden gemaakt, dat het toch wel even duurt voordat ze afgekoeld zijn. Dat is letterlijk nu de bottleneck. Volgens mij. En niks anders.
Wauw. Ik kan er gewoon niet bij hoe ziek snel dit is. Ik moet echt alles gaan omgooien hier. Naar ook hetzelfde, denk ik. Zolang ik maar brandbaar materiaal heb. Maar ik generate natuurlijk nu gewoon lava uit mijn bomenfarm. Dus dat zou misschien een beter alternatief zijn dan dit ding. Want kijk, oké, even ter referentie. Ik heb deze vet grote windmolen gebouwd in een grot. En dat ziet er misschien niet uit. Het is heel moeilijk om dit waar te nemen in een beeld. Maar dit genereert 4608 stress units. Plus dan al deze. Dat is om en nabij 6000 stress units ongeveer. En dat powert dit allemaal, om even een beeld te geven. Dus dit is wel een flinke upgrade. Nou is het wel zo, dan moet ik even erbij zeggen. Ik speel op een oudere versie van Create. Helaas, vind ik heel jammer. Want er zitten inmiddels heel veel vette nieuwe dingen in. Waaronder een steam engine. Dat zit hier volgens mij nog een soort voor. Waarin je daadwerkelijk water kan verhitten om rotational power op te wekken. En dat soort dingen. Ja, dat zit er helaas niet in. Ik kan mijn game volgens mij ook niet updaten daar naartoe, jammer genoeg. Maar in ruil daarvoor kunnen we wel raketten bouwen naar de maan. En daar gaan we vandaag ook aan werken. Maar eerst moeten we weer eventjes wat crushing wheels maken. En ik zal je wat cools laten zien. Want hierachter zitten, zoals je misschien weet, ook crushing wheels. En wat gebeurt er als stop je crushing wheels in crushing wheels? Dan krijg je een heel bijzonder item, namelijk een singularity. En dit hebben wij nodig voor onze nieuwe chapter. Namelijk Express the Sticks. Cobblestone. Ja, dit op zich. Je moet dit automatiseren. Dat hebben we al. Zand hebben we ook geautomatiseerd. En het idee is dus dat je dan crushing wheels gaat automatiseren. En daar dan singularities van maken. En wat we dan ook dan vandaag willen doen, is dus het automatiseren van singularities, maar ook quantum entangled singularities. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. En dat snap ik dat je dat denkt, want ik vind het ook ingewikkeld, maar ik ga het je allemaal uitleggen. En beter dan de vorige keer. Eerst hebben we weer heel veel mechanical crafters nodig. Vandaar dat we ook zoveel brass nodig hadden. En dan moeten we een machine maken die een soort line-upt met dit. Want wat we willen doen is de items die hier uitkomen, specifiek de ender dust en de gunpowder. Volgens mij hebben we bone meal niet per se nu nodig. Dat gaan we uiteindelijk pakken en lanceren naar onze volgende machine. Dus die moet dan wel in een soort van rechte lijn gebouwd worden. Nou hoeft dat niet heel ver, dus ik denk dat we hem ongeveer hier gaan bouwen. En dan hebben we eerst een mechanical crafter set nodig die dus crushing wheels maakt. En daar houden we dan één slot tussen. En dan hebben we hier nog een andere mechanical crafting samenstelling die dus TNT gaat craften. Want een beetje het idee wat we dus moeten doen is, we hebben dan deze machine. Dat is deze mechanical crafter. Die gaat dus de crushing wheels maken. En wat we dan ook nodig hebben is dus deze mechanical crafter, die dus automatisch TNT gaat maken. En als je deze singularities laat exploderen met TNT in combinatie met ender dus wat daar gedropt wordt, misschien een beetje ingewikkeld, maar je gaat het vanzelf zien, dan krijg je dus een quantum entangled singularity. Dus het is best wel ingewikkeld om dit werkende te krijgen. Maar hier komt dus een gedeelte wat alles samenstelt. En hierachter komt alles om te craften, als het ware. Wat ik dan alvast eventjes ga doen, is deze lijntjes weghalen. Zodat we, als we de items in willen putten, dat we niet 16 miljoen hoppers nodig hebben. Maar wat ik trouwens wilde proberen was kijken of ik een schematic kon maken. Want ik bouw mijn structures eigenlijk altijd in Creative voordat ik ze hier bouw. En blijkbaar kan je dus schematics in de game laden hiermee. Dus dan hebben we een paper nodig, een light blue dye en een schematic table. Dat is ook heel goedkoop. Oh ja, en ik ben opeens kaal. het is november, oké? Ik doe mee aan Movember. Mens, mental health is belangrijk. Ik ben nog steeds Duncan, maar ik zie er misschien 5 jaar jonger uit. Het voelde heel raar om opeens een kale kind te hebben. Want dat heb ik dus ook al, ik denk, ruim een jaar niet gehad. Oké, de schematic table, hoppatee. En een light blue dye moeten we nog even hebben. Nou, dat hebben we ook. Hoppa, hier, die en daar. Topper. Dan hoeven we alleen maar dit hier op te zetten. En je ziet ook al, quantum entangled ding.mbt. Dat is de schematic die ik in de creative world heb gemaakt. Ik wil de creative world niet laten zien, want ik wil spoilers vermijden voor toekomende afleveringen. Maar wat dit dus is, is dus de schematic. En misschien ken je het concept van schematics van andere mods en dergelijke. Maar dit is dus wel net iets anders. Hier, dit is het apparaat wat we hebben. We hebben hem geplaatst. We moeten hem alleen even matchen dat het daarmee klopt. Dus dan moeten we hem even draaien. En dan moeten we hem eventjes matchen.
Zoals dit. Kijk eens. Dus dit is een beetje raar, want je ziet hier bijvoorbeeld cobblestone, maar dat zit daar helemaal niet. En al deze apparaten zijn dus ook niet bestaand. Maar als ik hem dus uit mijn hotbar haal, dan betekent het dus dat hij verdwijnt en dan kan ik niet meer afkijken. Dus dit helpt mij om het om de machine te bouwen. Want er is hier heel veel gaande en ik ga alles uitleggen wat het doet. Maar dit is nu het belangrijkste. Deze depots en deze funnels. Want hier komen dus uiteindelijk de items op. En deze zit dus aangesloten aan het middelste gedeelte van de Mechanical Crafter. Dat zijn dus de sticks. En deze funnel, wacht, ik kan ze gewoon beter eventjes plaatsen zo. Deze funnel is aangesloten aan de cobblestone. Zodat we automatisch natuurlijk onze crushing wheels kunnen maken. Nou had ik zoals je ziet ook nog een heel ander systeem met drawers. En dat is ook nog belangrijk, want hier komen dus cobblestone generators aan. En deze drawers zorgen ervoor dat het niet helemaal verstopt raakt. Dus die gaan we ook alvast even plaatsen. Die doen we wel nog eventjes als input. Deze moeten we later omdraaien, maar dat is zodat het nu eventjes goed blijft gaan. En dan hier willen we ook twee inputs hebben. En dan hier kunnen we alvast cobblestone van maken. En hier komt dan sticks. Dus die kunnen we ook alvast plaatsen. Perfect. Dus even als kleine demonstratie, we draaien deze om. En je ziet dus al, alles loopt erin. En alles wordt hier dus ook zo ingevuld. En als dat helemaal klaar is, dan wordt er, als er power is, wordt dit automatisch gecraft. Wel moeten we eventjes de recipe aanpassen. Oh, en deze ook weer omdraaien, want anders overspoelt hij, zoals ik al zei. Want de richting van de Mechanical Crafter, zoals je misschien ziet aan de pijltjes, staat naar beneden. En dat is niet de bedoeling. We willen namelijk voor deze de output hier boven hebben. Want hier komt dus een Mechanical Belt. Dus alles moet eigenlijk naar dit hoekje toe wijzen. Oké, ziet er goed uit. Dan hebben we wel toevallig nog wat meer crushing wheels nodig. Want in onze machine hebben ze ook nog nodig voor onze cobblestone generator. Kijk, we hebben er daar twee boven nodig. En we hebben er, even kijken, hier nog twee nodig. Maar voordat we verder gaan met de crushing wheels, moeten we eerst eventjes alles op goede volgorde doen. En we beginnen bij hier een shaft te doen die eventjes goed moet staan. Zo, juist. En die moet dan rollen tot en met hier. En daar verbinden we dan eventjes een belt aan. Dan worden die gedropt in twee normale chutes in een oak drawer. Alleen hier moet er dus nog één naast, maar ik heb alleen ook trims. Zo. En dan hebben we hier een ingewikkeld gedeelte. Namelijk, er komen twee funnels uit. Die komen op een depot. Dan heb je daaraan een stockpile switch, een redstone link. En verder zit alles hier onder de grond. Dat zie je nog niet eens. Dit is opeens heel technisch wat we gaan doen. Maar ik ga je er doorheen leiden. Eerst hebben we alleen nog iets nodig. Dat is een redstone alloy wire. En dat maak je van red alloy ingots. En dat hebben we nog nooit gemaakt. Maar dat is in compacting, destabilized redstone en copper ingot. En destabilized redstone hebben we al eerder gemaakt. Dat is gewoon redstone koken. Dus ik denk eerst mieteren we gewoon even wat redstone hierin. Zodat dat kookt. Even kijken. Dat is 600 mini buckets. 900. Dan moet er nog eentje erbij. Zoals dit. Perfect. En dan pompen we eventjes deze speed omhoog, denk ik. Oh, wacht. Dit zit nog helemaal vol met zink. Oh, dat is niet de bedoeling. Wacht, kan ik het hier gewoon uithalen? Oh, dat kan. Ik dacht dat ik het echt hierin moest proppen om het eruit te halen. Maar we hebben al een bucket. Dan doen we hier gewoon dit ding erin. Die er weg, want dat is een recipe filter. En dan moeten we er even koper in douwen. Dus dan zo. En bam. En dan nog een keer. Bam. En dan nog een keer, alsjeblieft. Bam. There you go. Dat zijn drie redstone alloy ingots. En dan boom. Yes, we hebben wires. Ik weet niet exact hoe dit werkt en waarom dit per se anders is dan redstone. Behalve dat dit misschien anders gedraagt. Ik heb zo'n vermoeden dat het ligt aan wat we nu gaan doen. We moeten namelijk hier stockpile switches tegenaan douwen. Zo tegen de depots aan. En hieronder moeten we dan de wire trekken. En daar tegenaan de redstone link. En hier moet dan ook nog een chute komen met hieronder een dispenser die ik niet heb. En daar komt dan de tweede redstone link tegenaan. Dus ik zal hem alvast eventjes plaatsen gewoon zodat je dit weet. En volgens mij als je hier rechtermuisknop op doet. Oh nee, dat komt zo meteen wel. Deze stockpile switches zijn een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar basically wat ze doen is ze checken hoeveel er op deze depot ligt. En volgens mij moest je deze dan op 10% zetten hier. En dan hier ook. En dat kan je trouwens aanpassen met scrollen. En wat dit dus doet, is ervoor zorgen dat als er precies 64 van beide op een stapel ligt. En dan moet dus de singularity zijn. En dit moet ender dus zijn. Pas als allebei een stack heeft, dan worden ze toegelaten door de smart chute om hier gedropt te worden. En dat is heel belangrijk, want natuurlijk als iets gedropt wordt, dan despant het na 5 minuten. Maar wat we dus gaan proberen af te stemmen, is dat hier dus een dispenser komt met TNT daarin. Dat wordt allemaal hier gecraft. Die wordt afgezet tegelijkertijd met dat de singularities worden neergelegd en de ender dus. En als dat allemaal in dezelfde explosie zit, zoals we al eerder hadden benoemd, dan krijgen we de quantum entangled singularity.
Dus het is een beetje een puzzel. Misschien nog een beetje ingewikkeld. Maar ik hoop dat het ook tijdens dat we het hebben gebouwd en bij de demonstratie allemaal duidelijk is. Maar dit specifieke redstone opzetten vond ik ook erg ingewikkeld. De wire is er in ieder geval zo, zodat de redstone link ook aangeeft aan de dispenser van, hey, deze items die we dus nog moeten zetten, de ender dust onder andere daarvan. Op zich kunnen we dat al doen, I guess. Hier, dan doe je bijvoorbeeld ender dust is dan de frequentie. En dan moet je dat ook op de tweede zetten. En als die dus registreert van, hey, deze items zijn hier doorheen gegaan, dan weet de dispenser ook van, oh, ik moet TNT afschieten. Maar goed, de crushing wheels die komen hier nu uit via deze band. Maar dat moeten natuurlijk ook nog singularities worden. Dus we willen hier ook nog een... heb ik alles bij me? Nee. Een andere crushing wheel opzetten, die dus van de andere crushing wheels singularities maakt. Ik blijf dat een beetje ingewikkeld vinden om uit te leggen, zonder dat het heel erg verwarrend klinkt. Maar basically, dit is al goed. Dus als we dit zouden poweren, dan hebben we in principe alleen nog geen invoer, maar dan hebben we het maken van de singularities wel al geautomatiseerd. En die komen dan hierin. Het enige wat we nog missen is de funnel hier. Zo, en je kan hier ook nog zeggen dat die moet wachten totdat er 64 in zitten. Wat we nu willen doen is een input maken voor deze ender dust drawer. Wat we dus kunnen doen heel makkelijk is een hopper plaatsen en dan op die hopper aimen met een weighted ejector. Alleen, één probleem. Hij past niet. Dat is jammer. Dus ik moet hem eventjes een klein beetje aanpassen. Ik hoop dat dit werkt. En dat het dan niet in de weg zit hier. With a detector aim. There you go. En dan helemaal hierheen lopen. En dan die daar. Wacht. Ho. Nee. Hij moet hier zo. Perfect. En dan moeten we dit nog wel eventjes poweren. Nou, dat kunnen we op zich doen door wat lelijke cogwheels te plaatsen. Kijk eens aan. Charging up. En als we dan hier gewoon een funnel plaatsen. En die naar buiten zetten met de wrench. Dan. Bob. There you go. Zag je dat? Wacht, we wachten wel even totdat hij daar helemaal gecharged is. Boom. En dan, yeet! We hebben er nu 10. En als het goed is, als hij nu weer launcht, nu weer schiet, bop, dan zijn het er 12. Ah, perfect. Dus dat is heel belangrijk. En wat we dan nu ook willen fixen, is het maken van de TNT. Dan moeten we sowieso deze eventjes allemaal de goede kant op wijzen. En dan hebben we dus ook een weighted ejector nodig, die dus hier bij de gunpowder komt. Die schieten we dan hier naartoe. En hier zijn dan twee mechanical arms die dus dingen oppakken. Bijvoorbeeld de gunpowder en dan de andere pakt zand. En die sorteren ze dan over deze mechanical crafters om de juiste recipe te craften. Maar dat is een beetje ingewikkeld, zeg ik al de hele aflevering. Het ingewikkelde is vooral dat ik de line-up niet helemaal lekker heb gemaakt. Want oorspronkelijk wilde ik dus letterlijk waar ik nu sta alle gunpowder laten landen. Maar het zit er net eentje vanaf en je kan dus niet digitaal, of diagonaal een item schieten met een weighted ejector. Dus of ik moet er twee plaatsen, maar dan eentje is echt om maar een blok, letterlijk één blok te verplaatsen. Of we gaan dit eventjes net wat anders bouwen. Wat we wel kunnen doen is hier nog een shaft plaatsen, hier een gearbox en dan hier de weighted ejector en dan een hopper daarin zetten. Dat is makkelijker. Laten we dat doen. Dus deze... Oh, dat is de verkeerde. De weighted ejector en de depot lijken gewoon heel erg op elkaar. Je moet ze er ook met elkaar craften. Die daar. Eens kijken. Hij charged op. Dat is fijn. Dan doen we die daarin. En als het goed is, werkt dat dan al meteen. Alleen dit wint echt heel langzaam op. Dat is misschien een klein probleem. Maar kijk, er worden wel items opgezet, zo te zien. En dan landen ze hier op de depot. Dat is prima. En dan moet ik een klein beetje in schaamte de recipe voor TNT. Oké, de X is met de gunpowder. Plaatsen we die even daar. Dan pakken we take items from depot. En dan exit items in daar. En dan bam. En als het goed is, als hij dan eenmaal natuurlijk gepowered is, dan doet hij het helemaal. Oh, en wat we trouwens misschien nog zelfs beter kunnen doen dan een hopper hier plaatsen, is denk ik weer zo'n funnel die wacht totdat hij een stack heeft van 64. Want anders gaat alles daar heel onlogisch stacken. En dat is niet de bedoeling. Kijk, als we nu nou hier weghalen, kijk, dan komt er als het goed is een hele stack op te liggen. En dan launcht hij ook, als het goed is, niks meer vanaf daar. Mag ik hopen? Nee, kijk, hij wacht hier ook nog, omdat hier al wat op ligt. Dus dat is perfect. En zo hebben we geen gekke problemen dat dingen despawnen. Oké, dan gaan we nu een wat leuker gedeelte doen. We gaan nu namelijk werken aan onze zandvoorraad. En ik denk dat dat wel chill is. We hebben in principe
eigenlijk zat ik erover na te denken om gewoon items van echt heel ver, die we helemaal hier genereren, te pakken en dat naar boven te sturen. Want hier, we hebben 12.000 zand. En zit die al vol? Nee, nog lang niet. Maar ja, zoals je misschien al denkt, dat is heel veel zand. En daar doen we in principe niks mee. Dit zit daar letterlijk gewoon, zodat het niet overspoelt allemaal. Moeten we dan helemaal hier weer een sand generator maken? Ja, want we hebben ook nog een cobblestone generator nodig. Even kijken, hier moeten we een output hebben van 64 weer. Denk ik dat we gaan doen. En dan hier een input. Komt hier ook een hele mooie belt. En tot waar moet die dan komen? Jeetje, dit is zo onoverzichtelijk. 4 lang. Dus 1, 2, 3, 4. Dan willen we hier nog een trim hebben. Want hier gaat dan alles in wat we nog eruit willen filteren. Want ik weet niet of je dat nog weet. Misschien heb je dat ooit gemist. Maar wat we dus willen maken is... zand. En zand kan je op allerlei manieren maken. We halen eerst hier cobblestone heb je dan uit de cobblestone generator. Dat gaat door een millstone. Dan wordt het gravel. Gravel douwen we dan in de crushing wheels en dan krijg je zand, flint en clay uit. En de flint en clay hebben we niet nodig. Die komen dan in deze. En als die opgebakt zijn, dan houden we alleen nog maar zand over. Die komt hierin, wordt hier geoutput en door de arm gepakt en daarin gezet. Deze kunnen we ook alvast eventjes configureren. Daar pakken en dan daar plaatsen was het. Ja. En dan doe. There you go. En dan moeten we hier dus nog wel eventjes de crushing wheels aansluiten. Maar dat is geen probleem. Dus die doen we daar en daar. Dan hier een paar shoots. Deze weg. En die kunnen we wel van glas maken. Dat is altijd leuk. Dan kan je het er doorheen zien gaan. Dan willen we jou hier. En dan hebben we hier dus een cobblestone generator output. Het belangrijke is dus dat we met een tunnel, zoals hier, eventjes de round robin in willen stellen. Of split. Ik weet niet of dat uitmaakt. Volgens mij round robin is het beste, want dan doet hij ze om zijn beurt. Dus de helft van de cobblestone die we genereren gaat hierin. En dat is natuurlijk onze cobblestone voorraad voor het craften van crushing wheels, oftewel singularities. En de andere helft gaat dus in deze sawmill of millstone. Sorry, ik zei het eventjes fout. Om dan vervolgens gravel te worden. Deze gaat dan door de crushing wheels en dat wordt dan klei, zand en flint. Dus dat is allemaal perfect hoe we dat nu hebben opgezet. Nu moeten we alleen nog eventjes de cobblestone generator in orde maken. Ja, dat is in principe zo gepiept, want we hoeven hier alleen maar boven wat lava neer te zetten. Zoals dit. En daar komt dan water in. Ik ga dit wel even mooi maken, want dit gaan we echt wel zien voor een lange tijd. Zo. Alright, beter. En that's it volgens mij. De sticks input is nog een klein debate puntje. Ik zou in principe vanaf een nieuwe woodcutting farm sticks hier naartoe kunnen launchen. Maar in principe hebben we inmiddels zoveel hout dat ik dit best wel makkelijk gewoon eventjes heel vol kan gooien. En dan kan die heel lang mee. Het enige wat we nog moeten doen is het einde. Maar laten we dit eerst eventjes allemaal rotational power geven om te kijken of dit wel werkt. Zo, we hebben de rotatiekrachten gefixt. En ik heb een ander shirt aan, want het is de volgende dag. Er is namelijk een klein dingetje weer fout gegaan. Ik haat het als het gebeurt, want ik was heel gefrustreerd. Maar we hebben veel progressie gemaakt. Ik was namelijk mijn opname weer vergeten te fixen. Want hij stond gepauzeerd en is niet verder gegaan. Maar goed, wat we hier hebben is een klein beetje progressie. Maar voornamelijk gewoon rotational power. Ik heb deze eventjes gejat van mijn machines verderop. Maar ik wil gewoon even laten zien dat alles werkt. Zo heeft de drill namelijk daar genoeg power om te drillen. Alle conveyor belts die lopen de goede kant op. En ik moet daar echt niet op gaan staan. Anders ga ik dood daar. En het allerbelangrijkste. Deze arms die pakken dus het zand en de gunpowder. De gunpowder landt hierboven. En die worden dan uiteindelijk hierin gezet om TNT te maken. Ik wil dat gewoon eventjes laten zien. Want het ziet er zo satisfying uit. Gewoon hoe die de recipe maakt is gewoon heel gaaf, vind ik. En dat gaat dan hierin, naar beneden en dan in deze. Nou, we hebben hier een paar kleine aanpassingen gedaan die je nog niet hebt gezien. Ten eerste, wat hebben we hierin? 24 singularities? Oké, dat is best wel veel. Laten we er een paar maken. En dan joinken we eventjes hier wat ender dust uit. Zodra hier in deze box 64 singularities zitten, dat duurt best wel lang om te maken, worden ze hier op de depot gedropt, registreert deze stockpile switch van, hey, hier liggen items op en het zijn er 64. Dan ziet deze redstone link van, hey, ik moet het signaal voor deze smart shoots uitzetten, zodat de items worden gedropt. En de redstone link zorgt er ook voor dat het signaal gaat naar deze dispenser met TNT erin. Die blaast de TNT in de obsidian. Wacht, dat kunnen we in principe wel gewoon demonstreren. Moet ik eventjes gewoon deze uit en aanzetten. En zie je, dan komt de TNT. En het belangrijkste is dat we letten op de singularities. Oh, en ze zijn al weg. Oh, shit.
Oh, ik dacht even dat die was geëxplodeerd en dat er schade was. Maar nee. Zoals je zag, het werd weggehaald. Want we hebben hier een vacuumulator. Die pakt de items meteen op. En die staat gefilterd op een quantum entangled singularity. Die we dus net hebben gemaakt met de explosie. En die komen dan in deze cobalt barrel waar ze worden opgeslagen. Het probleem is alleen, ze gaan maar per stacks van 2. Dus daarom hebben we ook echt zo'n grote barrel nodig. Want anders wordt het heel snel vol. En je kan ze namelijk niet hierin doen. Want dan heb je ook al snel een inventory probleem. Maar dit is dus de machine hoe die hoort te zijn. En ik ben echt super blij dat het werkt. Ook heb ik dit nog gefixt. Dat deze box klei en flint verzamelt. Want hier had ik volgens mij een single box en nu een duo box neergezet. Nou, het zand wordt lekker geharvest. Volgens mij zit hier ook best wel wat zand in. 8 stacks al. Kijk, dat is hartstikke veel. En dat betekent dat wij een hele hoop af mogen strepen. Namelijk de TNT automation. Het automatisch maken van de singularities. En het automatisch maken van quantum entangled singularities. Die we trouwens even in onze inventory moeten nemen om de quest af te vinken. Perfect. Automatische bone meal generation hadden we al. En wat we nu dus moeten doen is de volgende chapter. Is favorite color. Dan moet je dus automatisch verf maken. En dan onze quantum entangled singularities samenstampen met een kleur verf. En dan zie je hier allemaal kleuren paintballs. En het is misschien een beetje ingewikkeld, maar daar gaan we de volgende video verder mee. Wat we nog heel makkelijk hier nog even kunnen doen is hier eventjes een hopper op aansluiten. Zodat alles wat hier uitkomt lekker in die grote kist gaat. En dan natuurlijk hoppers hier aansluiten waar we dan meerdere stacks aan whatever, steen, zand kunnen doen. Volgens mij hebben we echt een overschot aan zand. Dus kan ik hier best wel wat uitpakken. Zodat we lekker wat glas hebben. Oh mijn god. Yo, check hoeveel. Oh, wow. Alle quantum entangled singularities gaan even helemaal lijp. En, oh mijn god, we hebben er nu al zoveel. Oké, maar dit is alleen maar goed. Ik ben alleen bang dat die... Hij zit al bijna vol. Oké, dat is misschien een klein beetje een probleem. De hoeveelheid storage. Oh, ik denk dat we dat een andere keer gaan fixen. Sorry dat er weer een stukje miste. Ik baal er ontzettend van. En ik ga mijn best doen om het te voorkomen de volgende keer. Ik hoop dat ik nog steeds jullie like verdien en jullie sub. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace out.